Yo, dames en heren, jongens en meisjes. Ik weet niet of die het doet, maar dat gaan we wel even snel zien natuurlijk zometeen. Ja, jongens, als jullie vragen van in welke wereld zit je nou weer? En dat, we hebben geprobeerd, jongens, om onze map over te zetten naar Java. En dat is ook goed gelukt, want we zitten nu gewoon lekker in Java te spelen. Dus ja, dat is het meer. Als jullie zeg maar zeggen van, yo Demi, wil je alsjeblieft in deze map weer verder gaan? Want ja, we vinden dit mooi. Ik zit nu even in creative, natuurlijk. Maar ik ga natuurlijk wel weer verder. Misschien in survival of wat dan ook. Natuurlijk ook wel in creative, want jullie weten het. Deze map is natuurlijk creative en survival. Kijk, de mooie boot staat er weer. Dus we hebben echt heel veel moeite gedaan om deze map over te zetten. Ja, weet je, alles is er gewoon nog. Alle villetjes, alle dingen staan er gewoon nog. Zelfs de kasteel staat er nog. Dat is het ook gewoon. Kasteel staat er ook nog. Ik vind dat kasteel er mooier uitzien natuurlijk. En gaver. Dus ja, daarom zeg ik, jongens, dit is even een extra videootje. Ik had het eigenlijk niet gedaan natuurlijk. Maar misschien gaan we wel weer een keertje hier gewoon weer verder. Dus ja, jullie zien wel elke dingetje natuurlijk oppoppen. Je hebt nu een kist gemaakt of wat dan ook. Sommige dingen moet ik even gaan fixen natuurlijk hier. Want, net zoals hier, dat zijn natuurlijk spruce slabs. Alleen spruce slabs zijn nu heel anders of zo in de game. Ik weet niet. Ik heb niet heel veel dingen gefixt natuurlijk. Nou, dat is een blok. Dat moeten we niet hebben. Ik doe gewoon heel voorzichtig. Want, mijn muis is af en toe nog wel best wel gevoelig. En dat soort dingen. Maar het is eindelijk een keer gelukt om alles zeg maar over te zetten. Kijk, die mooie roempie is er ook nog. Ik moet alleen die dingen even daarboven fixen en dat soort dingen. Dus ja, als jullie willen dat ik in deze map zeg maar verder ga een keer met dingen bouwen en wat er nog misschien van plan zijn. Of jullie zeggen van, nou ja, start maar gewoon een nieuwe map op en doe dat maar, weet je. Dan kunnen jullie gewoon achterlaten natuurlijk in de comments, maar... Ja, ik vind het best wel een mooie plaatje. Hier hebben we echt, echt heel veel uren in zitten. Ik weet niet eens hoeveel uren, maar heel veel uren. Dat is gewoon niet normaal. Zoals hier, we hebben het, of dat heb Natas toen gedaan. Ik heb toen de waterdingetje gewoon een beetje meer uitgebreid hier naar achter. Hier komt ook nog een mooi bruggetje overheen ergens. Sorry dat ik weer goed kuch. Maar ja. Hier gewoon helemaal rondom hebben wij dat gewoon echt even gefixt. Er zwemt een konijn hier. Oké. Ik weet niet eens waarom hier een konijn zweet. Maar ja. Dit natuurlijk. Ja, ik weet niet. Ik vind het er best wel vet uitzien. Weet je, net zoals de boot. Ik heb natuurlijk beloofd, dat zei ik toen ook, van ik heb beloofd ook op YouTube en natuurlijk ook aan mijn goede vriendin Natas natuurlijk, dat ik dingen ga fixen. Weet je, dat zijn zeg maar de dingen natuurlijk van wat wel goed komt natuurlijk. Voor mij is dat deze. Ja, dat is die. Dat ik natuurlijk dat gewoon ging fixen natuurlijk voor haar. Het is wel... Alleen de slapjes zijn niet helemaal dezelfde meer. Dat gaat niet werken. Dus... Dit gaat wel werken. Zo, ja. Ik moet hier heel veel weer gaan fixen, jongens. Dat is wel het enige ding. Dus dat
Ga ik ook wel even doen natuurlijk, want eigenlijk hoort het zo eruit te zien natuurlijk. Met die houten slef, dus ik moet alleen de slef fixen. Dus als jullie willen dat we hier verder in moeten gaan, laat het sowieso even weten. We kunnen natuurlijk heel veel mods erbij voegen natuurlijk nu. Dat wel. Want dat is het ook meer. We kunnen heel veel mods erbij voegen. We kunnen het leuker maken. Als jullie dat willen natuurlijk. Dus ja, jongens en meisjes, ik wil zeggen natuurlijk bedankt voor het kijken. Voor de English guys, thanks for watching and streaming. Don't forget to sub it below, don't forget the notification bell. En see you next time. Als jullie deze maar willen zien, dan sowieso achterin de comments. Yo, 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 yo.